Goedemiddag, welkom bij kerstgesprekken van Newsmonkey. Tim van der Mensbrugge, wie heb jij vandaag meegebracht? Het is kerstvakantie en dan hebben we aan één iemand te danken, de minister van Onderwijs en vice-minister-president van de Vlaamse regering, Hilde Kriets. Amai, een mooie balde. Ja, amai. Zo, past dat nog op je kaartje? Nog net, ja. Nog net, oké. Okay. En hoe voelt dat, vakantie? Hoe is er geen vakantie? Het is nu nog geen vakantie, maar straks wel. En ik was eigenlijk wel aan toe, bij wat vermoeid. Ja. En ja, het is er zijn ook enorm veel dossiers die ook op de Vlaamse regering moeten komen. Er is in het parlement heel veel gewerkt en er zijn ook maatschappelijk enorm veel dingen gebeurd. Mm-hmm. Dus het was een hevig jaar. Hoe komt dat? Is dat door de nieuwe functie of door de nieuwe coalitiepartners? Wel, het is kerst. Ja, vuurbrand. Meteen gooit hij er een houtblok op. Dat is natuurlijk, ik weet niet of... Waar dat gezat in 2014, maar de nieuwe regering is natuurlijk al gestart in 2010. Ik denk van, ja, maar het moest nog een beetje inlopen. Ja. En dus dit was het echt snuffelen. Ja, de snuffelperiode was dit jaar duidelijk voor mij. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk zo dat we enorm veel uitdagingen hebben. Wat er in de voorbije maanden ook aan het gebeuren is. Je hebt en de vluchtelingenstroom. Mm-hmm. En je hebt de aanslagen die er geweest zijn, onder andere in Parijs. Dus dat maakt dat we eigenlijk geconfronteerd worden met heel veel zaken waar we de voorbije jaren minder mee geconfronteerd werden. En dat dan nog eens bovenop een economische toestand die niet zo ideaal is. Mm-hmm. Een regering die ook moet besparen om het budget op orde te houden. Dus het is best wel veel en zeer hevig. U bent blij dat het jaar bijna om is. Ik ben nooit blij dat het jaar bijna om is, want dan start er een nieuw jaar en word ik weer wat ouder. Dus, en in mijn geval is dat natuurlijk al wat gevoeliger dan voor jonge dertigers of twintigers zoals u. U ziet er nog zeer fit uit. Dank u. Dat wilde ik horen. Ja. Maar een vermoeiend jaar dus. En wat onthoudt u? Wat zijn zo de hoogtepunten van dit pak ik mee? Als het gaat over mijn eigen bevoegdheden, die enorme veerkracht van het onderwijs heeft mij verrast. Ja. Ik ben naar de bevoegdheid onderwijs gekomen, dat was totaal nieuw voor mij. Ja. Ik kom al uit een onderwijsnest, moeder, vader, onderwijzer, schooldirecteur geweest ook. Maar ik had, het was geleden eigenlijk van mijn eigen schoolbanken dat ik nog zo dicht de voeling gehad had. Ik heb ook de scholen gekend via mijn kinderen uiteraard, die ook school lopen of school gelopen hebben. Maar de echte klaspraktijk, die was mij eigenlijk vreemd. En ik heb in het voorbije jaar enorm veel scholen bezocht. Ik maak er ook een punt van om in alle uithoeken van Vlaanderen de scholen en de klassen te leren kennen. En ik heb daar toch vastgesteld dat ons lerarenkorps in Vlaanderen zeer, zeer sterk is en op een fantastische wijze omgaat ook met al wat nu gebeurt in de maatschappij. Wat ik gemerkt heb, bijvoorbeeld naar aanleiding van de terreurdreiging 4 hier in Brussel, is hoe leerkrachten eigenlijk echt wilden de scholen open, hoe wilden lesgeven, helemaal niet zaten te wachten op een sluiting van de scholen. En dat is fantastisch voor mij. Dat vraag ik me achteraf wel af, van ja, hebben we dat niet een beetje overdreven? Ik kan daar geen oordeel over vellen. Ik zit niet in de Veiligheidsraad. Ik ben geconfronteerd geworden ook met een premier die heel duidelijk was. Die zei, de scholen moeten gesloten worden. Ik was ook geen vragende partij, laat me daar duidelijk over zijn. Ja, maar uw Franstalige collega Milke, toch wel. Zij toch wel. Ja, die was toch. Wel, dat is ook wel vreemd, want de zondag waar daarover gediscussieerd werd, heb ik met Joël Milke ook veel contact gehad. Mm. En we hadden de afspraak gemaakt dat we synchroon maatregelen zouden nemen. Dat betekent dat het niet zou zijn van in één en hetzelfde gebied, in het Franstalig onderwijs nemen we andere maatregelen dan in het Nederlandstalig onderwijs. Dat kan niet. Dus wij waren ook ik was in elk geval totaal niet voorbereid op de scholen zullen gesloten worden. Er was wel een meningsverschil over hoe ver moeten we gaan. Voor mij was het heel belangrijk dat de scholen open konden blijven, omdat ik vind dat scholen eigenlijk veilige havens moeten zijn en dat je als maatschappij niet het signaal kan geven van scholen, we gaan nu de deuren sluiten en dat wordt daar onveilig. Er was ook geen enkele indicatie dat scholen een doelwit waren. Terwijl Joël Milke inderdaad zeer sterk focuste op, we moeten toch wel een aantal maatregelen kunnen nemen. Dus we hebben daarover gedialogeerd met elkaar en we zijn ook tot de consensus gekomen dat de scholen open zouden blijven, dat er opvang was, maar dat misschien sommige ouders hun kinderen niet naar school zouden brengen, dat er dus ook geen sancties zouden uitgesproken worden. Maar de beslissing van de Veiligheidsraad 's avonds was, ik ben correct op de hoogte gehouden, maar toen de Veiligheidsraad startte, denk ik dat weinigen gedacht hadden
dat de Veiligheidsraad zou gesloten worden een paar uur later, met scholen die de volgende dag zouden sluiten. Dus het heeft weinig zin om daar nu nog over bij stil te staan, was het nodig of niet. Ik ben zeer blij dat er niets gebeurd is. De scholen zijn 2 dagen gesloten geweest, maar ze zijn heel vlot ook terug open gegaan. En dat is ook wel van belang. Maar was dit dan het jaar van de terreur? Maar toch de eerste keer dat België zo in een greep zat van... Ja, je kan het niet het jaar van de terreur noemen. Ik hoop dat het achteraf bekeken niet het jaar van de angst zal worden. Want dat is mijn zorg. We hebben toch wel bij heel veel mensen dat erin geplant. Ja, maar ik wil het niet. Vandaar dat ik ook zo blij was dat toen ik zag, en dat is de reden waarom ik zei, het is ook het jaar van de veerkracht, toen ik zag dat de scholen ook allemaal terug open gingen, hoe leerkrachten eigenlijk er altijd paraat staan, in dialoog gaan met die leerlingen om over wat er gebeurd is te spreken. Ik vind dat schitterend. Als ik nu zie hoe heel veel scholen zich nu aanmelden om in het kader van de vluchtelingenuitdaging waar we voor staan, om onthaalonderwijs in te richten. Als ik zie dat straks na de kerstvakantie zullen heel veel scholen ook in het secundair onderwijs onthaalklassen inrichten. Er zijn veel leerkrachten die zich daar volop willen op gooien, dat willen doen. Dat vind ik dan de positieve signalen. Dus ik wil niet dat 15 het jaar van de angst wordt, omdat onze samenleving is niet gebouwd op angst. Onze samenleving is gebouwd op moed, is open. En ik wil dat wel graag zo houden. Al weet ik natuurlijk dat mijn wil en mijn wens alleen niet voldoende zal zijn. Mm-hmm. Maar u bent zelf niet bang geweest of angstig geweest? Totaal niet. Ik was ook, toen de aanslagen in Parijs plaatsgevonden hebben, was ik in Parijs. Dus ik heb ze al op de eerste rij meegemaakt. Wij waren daar met 180... ondernemers en rectoren en onderwijsmensen voor een groot seminarie, 2-daags seminarie, om, hoe gek het ook mag klinken, om te debatteren over polarisering in de maatschappij. Dus we zijn ik was afgereisd naar Parijs omdat ik de zaterdagavond moest spreken. En het is eigenlijk te gek, maar we waren daar aan het eten de vrijdagavond en toen hoorden we plots dat er aanslagen gepleegd werden. We zijn toen nog te voet naar het hotel gegaan. Maar ik heb er ook mezelf leren kennen, want iedereen reageert anders op zo'n situatie. En ik ben eigenlijk heel rustig gebleven. We zijn ook allemaal in Parijs gebleven. Een paar mensen zijn naar huis gereisd. Zaterdagavond is alles ook doorgegaan. Geen galadinner, maar we hebben wel samen gegeten en gespeecht. En ik was er samen met collega Marcour om over polarisering, onderwijs, wat is de rol van onderwijs, te spreken. Maar bang ben ik niet geweest, nee. Ik ben ook niet echt bang van nature. Nee? Dus een soort koelbloedigheid of zo? Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier reageert. Ik ben best wel een stresskonijn soms, maar dat is iets anders dan angst. En loopt u dan de stress van zich af? Want u bent toch een fervent loopster? Ik zou heel graag een fervent loopster blijven. Dus ik ben het in mijn hart, maar soms heb ik iets te weinig tijd om te lopen. Maar het lukt weer wat beter. Ik heb een paar weken geleden een halve marathon lopen, dankzij mijn kabinet. En ik probeer ook in het weekend een kleine 20 kilometer te lopen, verspreid over 2 dagen. Want dankzij de klimaatopwarming is het wel prachtig weer. Dat is wel... Zwaar eigenlijk. Gewaardere uitspraak. Ja, en ik heb zelfs mijn winterjas nog niet uit de kast gehaald. Kijk, wij zitten hier met ons haardvuur. Dat is wel warm, ja. Toch? Ja, en fijn stof. Ja. Niet zo goed, nee. Maar ik denk dat deze vorm van haardvuur nog oké is. Ja, gaat die ook schouwelijk dat goedkeuren? Ik denk dat je ook wel van gezelligheid houdt, ja. Is dat iets voor christendemocraten, dat ze altijd meer van de kerstsfeer houden en van gezelligheid? Of... Ik denk dat enorm veel mensen van de kerstsfeer houden. Voor mij is dat trouwens, ik vind dat een heel belangrijke periode. Dat is eigenlijk de enige avond op het jaar, kerstavond. Dat is traditie al heel veel jaren. Dus elk jaar met kerst komt de hele familie bij ons eten. Dus ook mijn schoonzus, mijn schoonbroer, de kinderen en wie een vriend of vriendinnetje heeft, mag dat ook meebrengen. Ja. Dus we zijn dit jaar waren we met 18 personen. Er wordt gekookt en dan is er ook een kerstboompluk. Zoals dat heet. Kerstboom, dat is dat precies. Ja, maar we hebben eigenlijk geen kerstboom, we hebben een kerstman bij ons in de living. Het is een hele fijne kerstman. En er wordt een... Maar die is dan levensgroot of zo? Die is eerder klein van gestalte. Dus een meter, denk ik, ongeveer. Een kleine kerstman. Ja. Maar die heeft mooie kleertjes aan. En elk jaar mag hij dus een paar weken bij ons in de... In plaats van een boom dan? In plaats van een boom, ja. Voorlopig... is dat en heeft hij een naam? Heeft hij ook een naam? Is de kerstman, ja. Onze kerstman. Is niet Geert Boersman. Is dat niet griezelig als je zo s'nachts in huis rondloopt en plots...
Zeg, en die, nee, nee, dat is niet zo vreselijk. Valt wel mee. Maar dus we doen dan een lottrekking. Dus iedereen moet een cadeautje kopen voor iemand. Ah, en het wordt bij lot uitgetrokken voor wie je een cadeautje mag kopen. We hebben ook een cadeau mee, Wouter. Ja, dat is juist. Ja. Ja, maar door het cadeau valt nogal op dat er iets mankeert aan de eindtermen, namelijk inpakvaardigheden. Ik had het zo goed woord proberen inpakken, maar zoals u ziet is het grandioos mislukt. Ja. Toch nee, ik heb iets te weinig zelfvertrouwen. Alsjeblieft. Ik zal, als je toestaat, ik zal eventjes, ik denk dat er een eindterm is die jou van pas zou kunnen komen. Ja. Ik ga hem even nemen. Aha. Er is een eindterm die hier op wel van toepassing is. Die, de eindterm in ons onderwijs, eerste graad secundair, de eindterm vormgeven. Ah. En de leerlingen, wat moeten die kunnen? Die moeten onder begeleiding tot een expressieve weergave komen, waarbij de beeldaspecten, de techniek, de materialen op een verantwoorde wijze in geïntegreerd worden. En de leerlingen, en nu komt het, streven hierbij naar originaliteit en authenticiteit. Maar kijk, origineel is, en authentiek is, een, is het echt... Dat is een echte van de mensbreuk. Ja. Ja, dus eigenlijk mag ik dat niet uitpakken. Nee. Ja, maar je is mag misschien, het ook doen. Ja. Dus je mag het live op camera doen. Ja. Ja. We hebben iets gekozen om eigenlijk een beetje de gezelligheid in die Vlaamse regering wat aan te scherpen. Zo. Ja. Zo. En, Blue. Ja, het, dus ik denk zo, allee, om Geert Bourgeois een beetje te helpen, hè, en, het zou niet slecht zijn. Misschien moeten jullie samen eens een kerstmarkt doen. Of, Ja, maar Geert is, ik weet niet waarom, waarom je nu speciaal op Geert spreekt. Hij is toch een beetje de man die de ploeg moet bijen. Hij is de minister-president, maar hij is ook best wel een warme man, een warme persoonlijkheid. Maar er is natuurlijk een verschil tussen tot akkoorden komen in een coalitie en samen een glue wine drinken. Wat is het verschil? Dat het gezellige... Je kan het wel gezellig maken, maar met gezellig zijn alleen kun je geen maatschappelijke beslissingen nemen, ook geen politieke beslissingen nemen. Maar het is wel al redelijk vaak zelfs gebeurd dat na een zware regering of een zware beslissing of bij een verjaardag van iemand, dat er een glas geschonken wordt. Maar wat ik wel hoor... collega's van u ook is van ja, zijn voorganger Chris Peeters was wel iemand die qua ploeg bijeenbrengen en begeesteren het helemaal anders deed. En het had wel een andere impact op dat team. Maar ik denk dat elke regering zijn moeilijke momenten heeft en zijn goede momenten. Mm-hmm. Een aantal zaken zijn eigenlijk vrij gelijk. Wij hebben bijvoorbeeld één keer per jaar een dag waar we tijd uittrekken om samen ook eens op stap te gaan, maar tegelijk ook een aantal inhoudelijke dossiers wat dieper uit te discussiëren. Maar er zijn ook een aantal totaal andere zaken. Dus Geert Bourgeois is Chris Peeters niet. En Chris Peeters is Geert Bourgeois niet. Gelukkig maar. Ik denk dat iedereen op zijn eigen manier moet proberen leiding te geven. En dat het aan ons is, dat niet alleen de minister-president is, maar eigenlijk wij allemaal, die ervoor moeten zorgen dat we in de best mogelijke omstandigheden kunnen samenwerken. Maar het was geen makkelijk jaar voor de Vlaamse regering. Nee, het was echt geen makkelijk jaar. En dat heeft ook te maken met een aantal externe omstandigheden. Het is nu de derde keer dat ik deel uitmaak van een regering, een Vlaamse regering natuurlijk, iedere keer. De eerste twee jaar mochten wij zo afspreken met elkaar wat we zouden doen met de extra middelen. In de vorige legislatuur was dat de eerste periode nog een beetje zo. We zijn ook al gestart met zware besparingen het eerste jaar. Ja. Maar dan werd het toch... Daarna was er ruimte. Was er wat ruimte? Ja, we hebben ook wel drastisch moeten kiezen. Maar nu, de onderhandelingen voor deze regeringsvorming, plus daarna dan de context budgetair waarin we zitten, die is echt wel het zwaarste wat ik al meegemaakt heb. Eigenlijk was de vraag van wie mag er nu het minste besparen? Nee, maar het is natuurlijk sowieso als je moet hervormen. Je moet structuren in vraag stellen. Je moet kijken hoe kunnen we efficiënter werken op een aantal vlakken. We moeten rond personeel, bijvoorbeeld bij de Vlaamse overheid, de periode van werf maar aan, is voorbij. We moeten ook, we hebben agentschappen, ook ik heb binnen onderwijs agentschappen moeten fuseren. Dat wekt wat spanningen op. Dat is niet zo fijn. Maar we hebben wel dat in zeer moeilijke tijden, doen we dat wel consequent. En proberen we ook via interne reorganisaties een stuk zo budgetaire last ook op ons te nemen, of de lasten wat te verlichten. Dus het is in die zin een heel zwaar jaar. Het is ook het tweede jaar van de legislatuur dat we ook wat moeten besparen. Ja. Maar als je de budgetaire context ziet, dan weet je dat er geen andere optie is. Je kan ook geen,
geen schulden blijven opstapelen. Mm-hmm. Daarnaast moeten we ook schulden uit het verleden wegwerken. Dus het heeft een cocktail gemaakt van een heel zware periode. En dat heeft veel minder te maken met de persoon van de minister-president dan wel met de omstandigheden die er zijn die echt niet evident zijn. Maar die coalitie, ideologisch, is natuurlijk wel iets helemaal anders dan de vorige twee regeringen. Dat is toch niet evident, dat voel je ook maatschappelijk toch? Maar eigenlijk is het raar, als ik in het parlement zit en ik zie de meerderheid die wij hebben. Zo dat groot. Is spectaculair. Ja. Dat is zo'n groot gedeelte van dat Vlaams parlement dat achter ons staat. Dus je moet wel moedige beslissingen kunnen nemen, wat we ook doen. Maar dat is misschien net het probleem, denk ik soms. Omdat er zoveel volk is, is er ook geen dwang naar coalitiepartners toe om echt in de pas te lopen. Ja, maar ik vind dat ik ben zelf een paar jaar parlementslid geweest. Ik vind dat een parlementslid soms ook wel het recht heeft om kritiek te hebben op beslissingen, ook van de regering. Ja. Maar dat moet natuurlijk gebeuren binnen een loyale context. Ik vind dat heus niet zo erg als iemand zegt van dat vind ik nu geen die beslissing, dat is eigenlijk niet de beslissing van mijn hart en dat je daar dan over debatteert. Bij YouPlace bijvoorbeeld zie je goed verschil, hè? Ja, maar ik vond ook de toespraak ook van Koen van den Heuvel vond ik eigenlijk best wel oké. Koen van den Heuvel heeft als burgemeester zelf een bezwaar ingediend. We weten dat hij niet houdt van het project, maar hij is wel moedig geweest. Hij heeft zijn toespraak ook gehouden. Hij heeft gezegd, ja, maar investeer dan ook in kernversterking. Wat we met de Vlaamse regering ook willen doen en zullen doen. En waar we eigenlijk als één man en vrouw erachter staan. Maar ik bedoel ook N-VA, waar dan een kritisch parlementslid ook wel de mond gesnoerd wordt. Dat moet je natuurlijk met N-VA bespreken. Voor mij is een context waarbinnen je soms wel eens zeker vragen stelt en kritiek hebt op beslissingen, kan dat best. Maar je moet er gewoon door geraken. De beslissing die genomen is rond materieel en outillage bijvoorbeeld. Ik weet dat heel veel burgemeesters dat ook niet zo fijn vinden. Maar er zijn dan ook weer andere goede dingen. Nee, als we met de Vlaamse regering beslissen om de index op het gemeentefonds op 3,5% te houden in zo'n budgetair moeilijke tijden, dan is dat iets waar alle gemeenten toch wel tevreden zouden moeten over zijn. Dus je hebt plussen en minnen. Ik vind dat de kritiek moet kunnen, ook tussen coalitiepartners. Mag het best wel eens knetteren, zoals het haardvuur. Maar we moeten tot compromissen kunnen komen. Maar vertel eens voor uzelf, want eigenlijk is het wel de eerste keer denk ik, dat u in een regering zit waar u helemaal aan de linkerkant zit. Hè? Ja, klopt. Hoe voelt dat? Goed. Het is anders. Omdat in de vorige legislatuur hadden we 1 de minister-president en 2 moesten wij sowieso altijd het compromis proberen te maken. En dat is een beetje onze natuurlijke houding, ook in veel dossiers. Dat is ook mijn manier van politiek doen. Ik kom heel graag tot akkoorden, zelfs dus over de meerderheid en de oppositie heen, als het enigszins kan. Nu voel je dat in sommige dossiers dat je echt moet de lijn bewaken waar het niet meer over kan. Ja. Bijvoorbeeld, bij mij is een van die gevoeligheden sociaal overleg. Ik vind het heel cruciaal als sociale partners tot een consensus komen, dat we die dan ook uitvoeren. Mm-hmm. En ik weet dat daar ook discussies over bestaan. Dat sommigen zeggen, ja, je hebt het primaat van de politiek en eigenlijk moet de politiek beslissen. Het regeerakkoord is de bijbel of is het sociaal overleg? Dat is een beetje maar je kan spanning. Het regeerakkoord laat in veel gevallen wel ruimte om het sociaal overleg te laten, om in overleg te laten beslissingen nemen. Trouwens, in ons regeerakkoord staat een aantal keren dat we tripartiet tot afspraken moeten komen. Ja. Dat is een beetje verschil met Vrij Federaal, waar men bipartiet werkt en dan komt de regering achteraf. Wij werken in Vlaanderen tripartiet, werkgevers, werknemers en de overheid zitten samen niet meteen aan tafel. Ja. Maar ik stel u een vraag natuurlijk, omdat uw roots liggen eigenlijk in de ACW of de beweging. Die zijn toch wel heel kritisch voor al die coalities. Ja, misschien soms te, denk ik dan. Ik weet het niet. Of toch zeker, als ze deel zijn van CD&V of een deel van dat huis, zit het op grens van loyaal zijn, denk ik. Ja, maar ik denk dat u maakt nu één vergissing. Ik heb veel fouten in mijn leven. Gelukkig. Als minister van Onderwijs moet ik zeggen, fouten maken mag, je moet eruit leren. Voilà, dat gaat heel mooi. Voilà. Maar ik vind dat je moet om kunnen met kritiek. En de beweging is geen onderdeel van CD&V, dat is het ook nooit geweest. Ik vergeel niet dat ik de jaren voor ik aan politiek deed, ben ik actief geweest in de beweging. Ik ben voor KV gaan lesgeven, 's avonds laat. Dus ik heb eigenlijk mijn sociaal engagement dat ik had van vroeger, heb ik verder kunnen zetten via de beweging, ook in sociale studie- en actiecomitees en zo. Maar de beweging is geen onderdeel van CD&V, dat kan niet. Dus dat er nu kritiek is op een aantal maatregelen, ik begrijp dat absoluut, maar ik probeer wel via overleg, als mijn model, tot oplossingen te komen waar ik zelf kan achterstaan. En die ik dan ook met vuur wil verdedigen bij al wie mij uitnodigt om dat te komen doen. Ja.
Maar dus mijn volgende vraag zal dan zijn van, u sluit het jaar nu af, maar toch met een goed gevoel over de regering? Of misschien eerder toch met ambities over van, we moeten het beter doen volgend jaar? Ik zie ook af als onze regering afgeschilderd wordt als een regering die vechtend over het straat rolt of kibbelt, zoals dat heet. Ja. Maar ik vind ook dat de media daar verantwoordelijkheid in heeft. Ik vind het dat best wel moet kunnen dat je inhoudelijk op een andere lijn zit in een aantal dossiers. Je hebt het regeerakkoord, dat is onze Bijbel. Mag over bijbels spreken, uiteraard. Dus dat is onze bijbel. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je dan de uitvoering ervan. En er zijn sowieso nuanceverschillen of zaken die anderen liever anders zien. Open VLD komt plots met een voorstel om de leerplichtleeftijd te verlagen naar 5 jaar. Er staat in geen enkel regeerakkoord. Dan denk ik van, allee, waarom is dat nu nodig? Maar ze hebben wel het recht om daarmee naar buiten te komen. Maar het is ook mijn volste recht om te zeggen, ja, sorry, maar we zullen nu eerst andere problemen aanpakken. Dus ik sluit het jaar af met het gevoel, volgend jaar zouden we... Het was een moeilijk jaar, sowieso op veel fronten. Laat ons investeren volgend jaar in het realiseren van doorbraken in veel dossiers. En in onderwijs zijn dat er enorm veel. Wat wil je zoal verwezenlijken in 2016? Wel, voor mij is nu cruciaal dat we in ons secundair onderwijsknopen doorhakken. Die modernisering waar al zo lang over gesproken wordt, daar ligt alles nu op tafel om te beslissen. We hebben alle studierichtingen gescreend. We hebben een concept om leren en werken te doen. Dus jongeren via die aan een diploma te helpen, te laten, of tot een diploma te laten komen via ook de werkvloer. Ja. We hebben ons buitengewoon onderwijs meegenomen in de reorganisatie. Dus we moeten daar de komende maanden duidelijkheid scheppen naar de scholen toe. Wat is nu het secundair onderwijs van de toekomst? Voor mij is dat cruciaal. Hetzelfde voor ons volwassenenonderwijs. Het moet volledig hertekend worden. Ik wil dat we daar de komende maanden ook echt knopen kunnen in doorhakken. Hetzelfde voor de schaalvergroting van de scholen. Wat is voor ons de organisatie, de schoolorganisatie van de toekomst? Ook dat dossier ligt klaar. Dus het is een kwestie van politiek traceren. Ja. Dus het is echt wel decision time nu dan? Voor mij moet 2016 het jaar worden van het doorhakken van de knopen. We hebben in 2015 veel moeten voorbereiden, zaken die noodzakelijk waren. Ja, maar het voorbereidend werk is klaar. Ja. En ik zou heel graag, ik ga er alles voor doen om in 2016 de concepten van de toekomst politiek getrancheerd te krijgen. Want dan moeten we nog alles omzetten in regels. Ja. Dus om deze legislatuur eigenlijk een mijlpaal in die reorganisatie te kunnen doen. Ja. Is dat iets wat u ook naar snakt om te kunnen zeggen van, oef, dat is er nu beslist. Dat kan eigenlijk... Ja, maar je kan maar beslissen als je goed voorbereid bent. Ja. En we hebben heel veel tijd moeten stoppen. Misschien vreemd dat u dat zo ziet in het voorbereiden ook van de sprong die we kunnen maken. Dus we hebben een masterplan bijvoorbeeld om het secundair onderwijs te hervormen. Maar daarin stonden zoveel voorbereidende zaken die moesten gebeuren. En die hebben we nu in grotendeels gedaan. Dus ik wil nu echt wel vooruit. Dat is ook een stuk de cadans van regeringen. Hè? In de eerste half jaar doe je niet veel. Eerste jaar is aftasten. Ik ben even cru, maar je tweede jaar is cru. Daar moeten beslissingen nemen. Want je derde jaar moet dan uitgevoerd worden. Moet uitvoeren. In 2018 gaan we allemaal bezig zijn met gemeenteraadsverkiezingen en is het eigenlijk afgelopen. Ja, dus en dat maakt het voor mij, het gaat zelfs spannend zijn in 2016, want we moeten in die grote beleidsdossiers knopen doorhakken, maar tegelijk moeten we ook zorgen dat scholen goed kunnen blijven werken, want er komen heel veel jonge kinderen nu toe in scholen waarvan een pak geen Nederlands spreekt, kinderen ook van vluchtelingen. Daarnaast heb je ons onderwijs dat we sterk willen houden en dat we aan al onze kinderen willen kunnen aanbieden. Dus het is echt, we moeten heel veel tegelijk doen. Je moet vernieuwen, maar tegelijk ook versterken en het gewoon ook verder kunnen blijven doen. Maar het is een enorme uitdaging en dat is de reden waarom ik aan politiek doe en waarom ik ook onderwijs als bevoegdheid met volle goesting doe. En was persoonlijk voor u een target in 16? Wel, 15 was ook voor mij een zeer bijzonder jaar. Ik ben verhuisd. Wij wonen nu in een kamerwoning samen met mijn ouders en mijn schoonouders. Dus we hebben 2 gelijkvloers appartementen. Met uw ouders en uw schoonouders? Ja. Wow. Dus we hebben eigenlijk een huis gebouwd met 2 appartementjes op gelijkvloers. Mm-hmm. Mijn ouders en mijn schoonouders zijn heel goed bevriend met elkaar. Het zijn 2 afzonderlijke eenheden, maar er is dus een deur die de 2 appartementen verbindt, waardoor ze ook binnen bij elkaar binnen kunnen. En wij wonen op de eerste verdieping en onder het dak. Maar we kunnen eigenlijk, de deuren zijn gesloten, maar er zijn verbindingen tussen de woningen. Ja. En dat was we hebben er 2 jaar aan gewerkt aan dat project. Het is nu klaar, we zijn verhuisd een paar weken geleden. En ik hoop echt dat we in 2016 allemaal gezond kunnen blijven en genieten van het feit dat we
ja, living apart together. Oké. Dat is wel een mooie kerstboodschap eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, ik heb heel veel mensen gekeken zo, in het begin zo wat meewarig van wie doet dat nu in godsnaam? Zijn ouders en zijn schoonouders. Ja, dat ouders, lijkt mij zo wel dichter, veel wat goeie zo, maar zo dus intuïtief. Ja. Maar mijn ouders en mijn schoonouders zijn alle vier al ziek geweest ook. Ja. Ze helpen en ze steunen elkaar. Ze zijn nu terug allemaal gezond. Mm. En het geeft mij wat rust. Ik ben enig kind. Mijn ouders... ik vind het fantastisch dat we zoiets kunnen doen. Mm-hmm. En ik heb ook wel geluk dat zowel mijn ouders als mijn schoonouders niet elke dag bij ons staan. Ik zie ze nu, de voorbije weken heb ik ze niet vaker gezien dan ik ze vroeger zag. Ja. Maar als ik thuis kom s'avonds, dan zie ik wel de auto's er staan. Ik zie dat er licht is beneden. Het is heel vreemd. Het geeft vreemd. Een gevoel van mij gevoel voor rust. Ja. 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 Het is heel raar, maar ik ben heel blij dat we het gedaan hebben. Ja. En ik maak mij minder zorgen dan vroeger. Dus het is ook vanuit puur egoïstisch perspectief is het goed. En ik weet ook, als er iets gebeurt, ze hebben elkaar, ze zijn... Ja, het is vreemd, maar het geeft mij... Ik ben heel gelukkig met de keuze die we gemaakt hebben en het feit dat we de sprong hebben durven maken, ondanks alle bezorgde commentaren van binnen, moet je dat nu ook nog doen, dan zal dat wel lukken. Maar voor mij is het in mijn geval een goede punt. En wat wenst u uw partij toe? Goh, ik wens mijn partij heel veel moed toe de komende maanden ook om in deze zeer uitdagende tijden, wat ik in het begin eigenlijk van ons interview zei, te zorgen dat angst niet gaat regeren in onze maatschappij. Dat is voor mij een enorme zorg, dat we niet gedreven worden en beslissingen nemen vanuit angst, maar dat we proberen samen te leven in vertrouwen. Echt, dat mijn partij ook een bijdrage kan leveren om in dat vertrouwen in onze maatschappij te investeren. Ja, ik vertaal wat even politiek, want de consequentie van rechtse of centrumrechtse regeringen is toch soms wel snel grijpen naar hardere maatregelen. Militairen op straat was er zo eentje. Je voelt toch zeker federaal dat die tandem MR-NVA zich daar dan in vindt en dat wel echt de forsing invoert. Maar het ene kan natuurlijk niet zonder het andere. Het zou wel heel naïef zijn om je te gaan beweren dat het allemaal overbodig en onnuttig is. Sowieso moet je investeren in je externe veiligheid. Ik ben het daar ook mee eens. Mijn partij heeft ook een 16-puntenplan, waar dat een uitdrukkelijk onderdeel is. Ik wil ook dat Europa veel eensgezinder optreedt. Ja. Maar je kan dat niet als enige... als oplossing. Wij moeten investeren in ons samenlevingsmodel. En dat is ook een samenlevingsmodel van integratie. Betekent dat als mensen naar hier komen, dat we ze laten verplichten zelfs om in te burgeren en laten participeren om net onze waarden ook hier mee in stand te houden. En dat is voor mij echt wel cruciaal. Ik wil dat mijn kinderen en hun kinderen, als het enigszins kan, dat ze kunnen opgroeien ook in een samenleving zoals we ze kennen. Ze zal wel evolueren, maar die toch open blijft en die toch een stuk vanuit vertrouwen ook opereert. Ja. Wat ik me eigenlijk nog afvroeg om terug te keren naar de Vlaamse regering, is, stuurt u eigenlijk... Hebt u kerstkaartjes gestuurd naar uw collega's? Zeker. Wordt dat gedaan? Goh, ik hou wel van het kerstkaartje. Ik ben misschien een van de uitzonderingen aan het worden. Maar ik vind de kerstkaartje iets heel belangrijks. We stoppen daar ook vrij veel tijd in om het te maken. Ik wil ook dat er iets op staat wat voor mij persoonlijk belangrijk is. Mm-hmm. Hoeveel heb je er gestuurd? Toch wel een aantal, ja. Ik weet niet precies. Honderden hoeveel? Of, ja, toch. Honderden, ja, ik denk het wel. Maar ik vind dat ook mooi. Het is heel vreemd, er komen hier ook heel veel kerstkaartjes binnen. En ik ben ook een van die ministers die elke kerstkaartje bekijkt. Nee. Kijk van wie komt het. We zorgen ook dat iedereen die een kerstkaartje stuurt, er eentje terugkrijgt. Het is voor mij een eikmoment in het nieuwe jaar. En ik vind het wel mooi om iemand iets te wensen. Okay. En krijgt u van elke collega een kerstkaart terug? Ja. Ah, okay. Maar er zijn wel collega's die enkel digitaal kerstkaartjes versturen. Ja, dat vind ik dat wel eigenlijk. Maar iedereen moet daar zijn eigen ding in doen. Maar dat interesseert me niet wel. Wat stond er dan op u, of wat was uw boodschap? Dit jaar is het een spreuk van Einstein die we erop gezet hebben. En het is één zin. Te midden de moeilijkheden ligt de mogelijkheid. En ik vind dat eigenlijk dat is wel mooi gesproken. Ja. Maar ik vind dat je uitdagingen en moeilijkheden altijd moet zien als een opportuniteit, als een mogelijkheid om dingen beter te doen. Ja. Dus u laat zich niet ter nederdrukken door dit moeilijke jaar, maar kijk dan. Nee, en ik vind het eigenlijk bijna een eer dat ik in deze tijden aan politiek mag doen.
Want ik weet, de politiek wordt vaak bekeken als, ja, hoe zijn jullie nu bezig? En, maar ja, het is iets waar ik zelf voor gekozen heb, met volle overgave. Ik heb ook een mandaat van de kiezer gekregen en ik probeer mijn job elke dag op de best mogelijke manier te doen. Maar ik weet dat ik niet alleen ben. En om nu, ook in onze samenleving, er is zoveel positieve energie die nu ook vrijkomt als we kijken rondom ons. En dat vind ik ook wel een positief punt. Als ik in mijn dichte omgeving zie wat mensen spontaan ook doen. Bijvoorbeeld in Seyssel is een opvangcentrum voor vluchtelingen. Ja. Er zijn wachtlijsten met vrijwillige hulp. Mensen die willen komen mee animatie geven, sportactiviteiten organiseren. Ik vind dat zo positief. Ik zie dat nu... Dat is toch totaal tegen de sfeer die er dan in Kokzijde was. Want dat is... Maar mensen, als er vertrouwen is, als ze ook weten dat er in veiligheid een stukje geïnvesteerd wordt, is altijd... Je moet de balans... Ja, dat is yin en yang, maar goed. Maar dan zie je dat mensen vrijwillig willen helpen. Mm. Mensen willen graag iets doen voor iemand in een bepaalde context. Eigenlijk moeten in Seyssel de vluchtelingen tegen de vrijwilligers zeggen, sorry, wij zitten vol. Nee, want ik weet dat er wachtlijsten... Tot een paar weken geleden was het ook zo dat er wachtlijsten waren met mensen die willen komen helpen. En ik vind dat goed. En ik zou het ook schitterend vinden als... mensen in de periode dat ze nog niet mogen werken, de vluchtelingen zelf, als ze ook vrijwilligerswerk zouden kunnen doen, als dat de vereniging is. En ik denk dat men, ik hoop dat men daar ook werk van maakt om daar een mogelijkheid voor te voorzien. Ik weet dat men in Limburg al denkt van, kunnen ze niet mee helpen hout kappen of zo. Er zijn zoveel zaken die je kan doen. En die de duinen versterken. Ik weet het niet. De duinen versterken. Eversweer, ja. Zeg, maar, iets helemaal anders, maar ik zie een Apple Watch. Ja, klopt. Bent u er tevreden van? Ik ben er zeer tevreden van. Ja, wat is... Ik heb hem niet meer. Ik was eigenlijk... deed er niks mee, maar... Ik wel. Sporten dan? Of, wel, er zijn een aantal zeer, zeer aangename zaken. Bijvoorbeeld mijn sms'en komen binnen. Ah ja, dus eigenlijk tijdens vergadering kunnen ergens... Ik kan... en het is heel makkelijk ook. Je moet niet meer opzichtig kijken op uw... ik kan mijn telefoon... Dus, ja, ik bedoel, mijn telefoon kan niet altijd in mijn broekzak. Dus wat heb je... Dus als man is dat iets makkelijker dan als vrouw. Maar ik moet vaak spreken. Dan zit mijn telefoon in mijn handtas. Vroeger moest ik die dan zo tijdens de toespraak in mijn handtas gaan kijken. Nu kan ik gewoon op mijn uurwerk kijken. Nadeel is, je kan niet zoveel antwoorden sturen. Dus ik heb standaard sms'en als antwoord. Ik gebruik hem ook om te sporten, uiteraard. Dat is een evidentie. Er zit ook veel muziek in. Maar ik ben hem gewoon geworden. En ik droeg tot 6 maanden geleden, zeker. Dus ik heb hem op mijn verjaardag gekocht. Ik droeg geen uurwerk. Dus ik draag ook geen juwelen of zo. En tot mijn niet geringe verbazing draag ik die altijd. En bent u de eerste in de Vlaamse regering? Of zijn er nog... Ik ben de enige in de Vlaamse regering. Innovator. Ja, maar ik vraag me ook af waar die technologische vernieuwing ons zal brengen. We hebben nu thuis bijvoorbeeld een enorme discussie gehad over het televisietoestel. En ik was nogal geneigd van een klassiek televisietoestel. Mijn gezinsleden hebben beslist, dat is ouderwets, er komt een projector. Ja. En dus dat, je ziet, alles is zo, zo snel aan het evolueren. Dus ik vraag me af wat die evolutie, waar die ons nog allemaal zal toe brengen. Dat zullen we hopelijk volgend jaar zien. Ons volgende kerstinterview. Als ik terug uitgenodigd word, dan zal ik toch nog mee Apple Watch. Meteen de lat hoog leggen, dat is goed. Ja. Nee, hartelijk dank voor uw tijd en voor dit jaar. En we zien elkaar volgend jaar. Ja, bij leven en welzijn. En als je mij uw adres bezorgt, dan krijgt u een kaartje. Ah, dat gaan we doen. Mooi. Ja. Dank je wel. Merci. Graag gedaan. Goed.